Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Dit is een mooie combinatie. Het is een heel verre bal voor Guerrero. En de voorzet komt. En Haaland neemt hem over. En dat scheelt al niet te veel. Oh la la, daar waren ze al meteen met groot gevaar. De ren van Guerrero en de overname van Haaland. IJsselnaar was het al prijs. Ja, buitenhuis doet Club Brugge het niet slecht in de Champions League. 2 van 6 wedstrijden verloren, ook 2 gewonnen, 2 gelijk. Dat is in de Champions League een aardig parcours. Met vorig jaar natuurlijk die gelijke spelen bij Real en bij PSG. Hier is Haaland. Ai, ai, ai. Haaland met de eerste kans en de eerste goal natuurlijk. Dat laat hij niet liggen. We hebben er 18 minuten op gewacht. Hij was al gevaarlijk na nauwelijks een minuut of zo. En hij is onvermijdelijk. Ineens is hij daar helemaal vrij. We gaan eens kijken, Wesley, wat er daar precies gebeurt. Want niemand meer in zijn buurt te bekennen. Nee, zelfde situatie. Hè. Je hebt balbezit. Dan speel je lang, dan verlies je het duel. Kijk, er is ruimte om tegen de slots. Echt veel ruimte. Ja, zeker. Alleen moet je de snelheid hebben. Die heeft Mata. Kijk, daar komt hij. Dat is goed, naar Lang. Krementjik voor de goal. Mata is in de box. Van Haken sluit bij. Daar is Mata. Daar is Vormer. En daar gaat de bal ernaast. Goeie aanval van Club Brugge. Zo moeten ze het doen. En zo zullen ze nog wel mogelijkheden krijgen. Alleen moet je die wel proberen in het kader te trappen. Goeie dribbel was het van Mata. Spelen dan Lang aan. Meunier, Hazard en de ketelaren uitgespeeld. Veel te makkelijk. Mooi werk van Hazard, zeker wel buitenkant voet. Bellingham neemt hem mee. Links is het gevaarlijk bij Sancho. Gelukkig kiest Bellingham voor een dribbel naar rechts. Ja. Wel nog een vrije trap, dat was vervelend, maar links waren ze met z'n tweeën. En Haaland niet tevreden hoor. Tweede keer dat hij het laat merken. En op een paar seconden van het einde van de eerste helft is dit nog even opletten. Sancho trapt hem en geweldig binnen. En dan toch nog 2-0. Ja, er is geen houden aan deze fantastische bal van Jadon Sancho voor dan toch een tweede Duitse goal op slag van rust. Zijn knappe goals wat de afwerking betreft die ze gemaakt hebben, de Duitsers. Ja, veel preciezer en perfecter kan je hem niet trappen, denk ik. En ja, voilà, er wordt niet meer afgetrapt. Dat is echt de allerlaatste bal. Raakte daar niet voorbij Bellingham. Hier Mata, Van Aken Lang. Daar is de ketelaar. Kan misschien knallen, de ketelaar vormer net niet. Ja, ja, Club Brugge er best dichtbij. Het overzicht hier van Lang. De scherpe bal van de ketelaar. Ja, maar nu is vertrokken. En dat is een goede bal binnendoor van Akanji. De ketelaren inschuiven Hazard. Een gekraakte bal, een herkansing. En goed verdedigen van Vormer. Geen buitenspel. En kijk, binnengetrapt door Haaland. Ai, ai, ai. Een ongewilde assist van Ruud Vormer en Haaland. We kunnen het elke keer opnieuw herhalen. En hij verdient het ook. Het is fenomenaal de manier waarop hij naar de goal trapt. En dat is een ongelukkige weggever met grote gevolgen voor Ruud Vormer. Ja, het begon weer al met die ruimte voor Meunier op de rechterkant. De ketelaar gaat uit. Ja,
Royce komt nog naar de bank getrippeld, zie ik. Maar of dat toch in te vallen is of gewoon even weer de opwarming die erop zit, dat is onduidelijk. Want we lopen er wel meer naar de bank, terwijl wij naar Hazard kijken. En Mignolet moet hem toch nog even uit zijn doelvlak duwen. Ik zeg net op het scorebord. Attempt 21 tegen 2. Dat zegt genoeg. Ja, dat zegt veel. Favre kan tevreden zijn. De punten zijn binnen. Dortmund zit al bijna, nog niet helemaal, maar toch bijna in de volgende ronde. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.